Dag Hans, dinsdag 3 november staan de Amerikaanse presidentsverkiezingen op het programma en daar wordt wereldwijd toch wel naar uitgekeken. Hè? Amerika blijft een politieke en economische grootmacht. En de hamvraag deze keer is, krijgt Donald Trump een verlenging van zijn termijn of wordt de democraat Joe Biden de nieuwe president? Op basis van de campagne tot nu toe en de ervaringen uit het verleden, wat is jullie verwachting eigenlijk? We verwachten ons aan een overwinning van de Democraten, een vrij brede overwinning. Dus dat wil zeggen zowel het presidentschap als het congres. Dus zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Uiteindelijk, historisch gezien, zijn er een drietal grote factoren die de overwinningskansen van een presidentskandidaat maken of kraken. Je hebt ten eerste het feit of hij een zittende president is, ja dan nee. Die heeft altijd net iets meer kans. In het geval van Trump is dat vandaag zo. Ten tweede is er de zogenaamde approval rating, dus hoe populair is die bij een brede basis van de bevolking. Hier zien we dat dat toch al heel lang heel laag is en stabiliseert rond de 42-43%. Dat is weinig. En ten derde heb je de economie. Okay, hier kan je zeggen er is een toestand voor corona en een toestand na corona. Voor corona zullen vele mensen zeggen, wel, dat was toch allemaal redelijk goed. En oké, dat is zo. Maar of we daar nu echt gecharmeerd over moeten zijn, dat is nog maar de vraag. Hè. Je hebt natuurlijk een lage werkloosheidsgraad, historisch laag dat die was op een gegeven moment. Maar oké, hij erfde daar toch ook een economie op kruissnelheid van zijn voorganger. Er was initieel ook nog het soepele monetaire beleid van de Fed. Ten tweede is het toch ook zo dat ja, je kan vragen stellen bij de belastingpolitiek, die toch eerder regressief was. Hetzelfde voor de deregulering, die ook eerder de marktmacht van een aantal bedrijven bestendigde. En ten derde natuurlijk zijn omgang met China, die toch ook niet groeibevorderend was, wel in tegendeel. En dan heb je nog de periode na corona. Wel ja, oké, hier moeten we toch zeggen dat het allerminst een toonbeeld was van goed bestuur. Je hebt totale ontkenning van het virus, tot de slechte aanpak van het virus, tot uiteindelijk besmetting van zowat heel het Witte Huis. Dus, en uiteindelijk is dat stimulusplan er ook nog niet gekomen. Dus, toch wel bedenkingen. Waarop baseer ik mij? Ja, uiteindelijk op cijfers, op peilingen, op surveys, op anekdotes ook. En uiteindelijk wijzen de meerderheid van die elementen toch op een democratische overwinning. Maar het blijft onzeker. Ja, je verwijst daar naar de peiling. We weten inderdaad dat Joe Biden al een tijd op kop ligt in die peilingen. Maar kijken we terug naar de vorige verkiezingen. Toen zeiden de peilingen dat Hillary Clinton ging winnen. Ze hadden die overwinning van Donald Trump niet verwacht. Waarom zouden de peilingen deze keer wel waarheidsgetrouw zijn? Ja, nee, goede opmerking natuurlijk. Hè. Peilingen zijn peilingen en we zijn ook niet heel comfortabel met onze call. Uiteindelijk moet je wel zeggen dat die peilingen niet zomaar goed of fout zijn. Uiteindelijk voorspelden ze wel dat Hillary Clinton toen, 4 jaar geleden, de meerderheid van de stemmen zouden halen. Maar je hebt natuurlijk nog de eigenaardigheid van het Amerikaanse kiessysteem met de kiesmannen. Oké. Maar toch kan je zeggen dat, denk ik, de peilingen er dit keer dichterbij zullen zitten. En ja, eigenlijk waarom dan? Ja, om twee redenen. Eerste reden zou zijn omdat er vandaag minder onbesliste kiezers zijn. Hè. Toch 4 jaar geleden had je heel veel staten waarin toch kiezers onbeslist waren. Bijvoorbeeld in Michigan en Wisconsin zo'n 15% van de kiezers onbeslist. Vandaag is dat veel minder het geval. Rond de 5%, net iets meer. En een tweede reden is omdat een aantal peilingen nu ook corrigeren voor het opleidingsniveau van veel Amerikanen. En oké, we weten uit surveys dat toch eerder het lager opgeleide deel van de Amerikaanse bevolking geneigd is om te kiezen voor Trump. Vandaag houden de peilingen daar rekening mee, meer dan 4 jaar geleden. Wat uiteindelijk toen toch wel leidde tot een onderschatting van de verkiezingskansen van Donald Trump. Als we dan begin 2021 die nieuwe president in het Witte Huis krijgen, wat mogen we verwachten aan economisch beleid? Kunnen we daar al iets over zeggen? Ja, een beetje wel natuurlijk. Hè. Dus in ons basisscenario zou het zo zijn dat de Democraten toch redelijk wat vrijheid zullen hebben om hun plannen door te voeren. Dat is dan inclusief een verhoging van de vennootschapsbelasting van 21-28%. Ook inclusief het optrekken van het minimumloon van $7,50 per uur naar $15 per uur. Ook inclusief natuurlijk de grote
plannen met betrekking tot stimulus, brede infrastructuurprojecten die vooral duurzaam zullen worden aangewend. En dan is er natuurlijk nog het handelsbeleid. Dat zal allicht nog altijd combatief zijn, competitief vis-à-vis China, maar het zal toch minder agressief zijn. Biden zal daar toch proberen een bredere consensus te smeden internationaal. En als laatste punt, als we dan kijken naar de technologiesector, dan denk ik dat we daar toch ook iets of wat strakkere regelgeving kunnen verwachten. Uiteindelijk maakt dat ook deel uit van de agenda. Maar met die nuance, en dat is wel belangrijk, dat je wel kan verwachten dat de democraten daar ook niet te fors te werk zullen gaan, omdat ze goed genoeg beseffen dat ze die sector ook nodig hebben in hun buitenlands beleid ten aanzien van China. Je verwees daar naar het buitenlands beleid en de aanpak van China. Hoe zit het eigenlijk voor het binnenlands beleid? Want de VS hebben een woelige periode gekend. Hoge tol omwille van de COVID-19-pandemie, de Black Lives Matter-beweging. Wat kunnen we op dat vlak verwachten van de volgende president? Ja, dat is een heel goede vraag. En wie er uiteindelijk ook president wordt, denk ik, het zal heel moeilijk blijven. Uiteindelijk kunnen we niet omheen dat die samenleving enorm gepolariseerd is. Steeds verder afgeschoven in die richting de voorbije decennia. Ook steeds meer economisch ongelijk. Niemand zal het ontkennen. Er zijn vele problemen in die Amerikaanse samenleving. We kunnen de hele lijst overlopen, maar het zou ons te ver leiden. Maar ik noem de betaalbaarheid van de gezondheidszorg, de betaalbaarheid van het onderwijs, dus veel studieleningen, toch studenten die in schulden zitten op dat vlak. Je hebt de opioïdecrisis, dus het fenomeen van de pijnverzachters, de painkillers, die toch ook voor dramatische ontwikkelingen zorgt in sommige levens. En je hebt natuurlijk ook het fenomeen van de sociale mobiliteit. Die American Dream is toch ook niet meer wat het geweest is. De can-do-mentaliteit is er nog altijd, maar het echt constant beter doen dan de ouders bijvoorbeeld, is steeds moeilijker geworden. Moeilijker bijvoorbeeld dan in Europa vandaag de dag. Dus vele problemen nog altijd. Als je een aantal maatschappelijke thema's bekijkt, zie je echt die polarisering tussen democraten en republikeinen. Ik heb het over het klimaatvraagstuk, ik heb het over het gegeven van de raciale onderdrukking, ook tegengestelde visies daar. Je hebt het fenomeen van migratie, ook volledig andere kijk, wapenbezit, ook de aanpak van de coronacrisis. Dus nee, ik blijf er graag komen en ik volg het met heel veel belangstelling, maar ik blijf me toch ook zorgen maken over de problemen in de samenleving daar. En hoe je het ook draait of keert, denk ik, als je het van nabij bekijkt, de cijfers bestudeert, dan is het toch moeilijk om vol te houden dat hele idee van uitverkoren natie of exceptionalisme. Dat is toch grotendeels een mythe, denk ik. Ja. Hans Bevers, bedankt. We kijken samen met jou uit naar de uitslag van de presidentsverkiezingen. Heel graag, dank je.